Oh, slecht nieuws. Wat zie je, Piet? Niets hoor. Alleen maar regenbogen en zonnestralen en over de dromenzee. Onzin. Ik heb toch zelf gevoeld dat we ergens tegenaan zijn gebotst. Laat mij eens kijken. We zijn tegen een wolkenrots aangevaren. Dit is slecht nieuws, Piet. Dit is heel slecht nieuws. Oh, sorry, Sint. Het is allemaal mijn schuld. Ik was veel te veel met de pakjes aan het spelen en toen was ik niet aan het opletten. En toen zijn we tegen een gigantische wolkenrots aangevaren. Het is allemaal mijn schuld. Stop daarmee, Piet. Waarmee moet ik stoppen? Met piekeren. Ach, dit is niet zomaar een wolkenrots waar we tegen aangevaren zijn. Huh? Dit is een piekerberg. Hè? Een piekerberg die verschijnt wanneer kinderen aan negatieve dingen denken. Dan gaan ze veel lopen piekeren en dan kunnen ze niet meer slapen. En dus ook geen mooie dromen hebben. Echt? Ja, het is helemaal niet jouw schuld, Piet. Tenzij jij nou natuurlijk extra gaat lopen piekeren, want dan wordt die piekerberg alleen maar groter. Ja. Maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Die piekerberg laat mij nog alleen maar meer piekeren. Het is alsof je vraagt om niet aan een banaan te denken. Het enige waar ik dan aan kan denken is een banaan natuurlijk. Rustig nou maar, Piet. De Sint heeft al een oplossing, hè? Het beste middeltje tegen piekeren is aan leuke dingen denken. Als wij allemaal samen aan leuke dingen gaan denken, dan zal die piekerberg snel weer verdwijnen. Ah, leuke dingen. Eens even denken. Een schattige puppy vind ik wel heel erg leuk. Ja, ja. Of de geur van vers gebakken speculaas. Oh ja, of een nieuwe speelgoedraceauto. Of even denken. Piet! Ja. Het werkt! Oh, de piekerberg is al voor de helft verdwenen. Snel! Yes. We hebben nog meer leuke gedachten nodig. Oh, ja, welke dingen vinden jullie leuk? Roep maar zo hard als je kunt. Heel goed. Nog harder. Piet! Het is gelukt, Piet! De piekerberg is verdwenen! Yes! Woehoe! Bye bye, piekerberg! Op naar de microfoon om het volgende droomlied te zingen. Piet, vergeet jij niet iets? Oh ja, natuurlijk. Soms zit ik iets te veel met mijn hoofd in de wolken, hè? Van wie zoeken wij het volgende pakje? Even kijken. Yara. Ach, Yara, ja. Maar daar weet ik heel veel van, Piet. Yara is 7 jaar en ze houdt van alles wat kan vliegen, varen, rijden, auto's, stoomtreinen, vliegtuigen. En die bouwt ze allemaal zelf, hè. Ze heeft dus een keer een speelgoedtrein in elkaar gezet om hem daarna weer uit elkaar te halen. Ja, is een natuurtalentje hoor, die Yara. Och, nou, we weten genoeg voor Yara's droomlied. Zingen jullie mee? Ginds komt de droomboot vol pakjes voor jou. Wat dromen de kinderen, vertel het ons gauw. Dan brengen wij pakjes voor ieder braaf kind. Alleen als dit liedje alle droompakjes vindt. Wat wil lieve Yara, wat maakt haar heel blij? Een droomzee vol pakjes, maar waar zoeken wij? Een zelfbouwpakket voor een heel groot station. Wij zoeken voor Yara een tram met perron. Daar gaan we! Ja. Wauw. Oh. Zo. Mooie vangst, Piet. Ik denk dat Yara dolblij zal zijn met deze speelgoedtram. Ik ben wel benieuwd hoe die eruit ziet als die helemaal gebouwd is. Ja. Sint, is het niet beter om de blokjes even in de verpakking te laten?
U heeft zelf gezegd dat Yara vooral plezier haalt uit het bouwen van haar speelgoed. Ja, nou ja, je kunt hem toch ook altijd weer uit elkaar halen, hè? Trouwens, dit is de enige manier om er zeker van te zijn dat er geen enkel blokje ontbreekt. Dus, het heeft niks te maken met het feit dat u zelf heel graag zo'n bakje zou willen hebben? Zo, iedereen aan boord. Wij gaan vertrekken. Nee, nog niet, mevrouw de conductrice. Deze mevrouw moet toch mee? Oh, nou, dat is geen enkel probleem hoor, mevrouw. Wij hebben een wagon speciaal voor rolstoelen. Komt u maar. Zo. Nu iedereen aan boord. Wuf, helemaal klaar om te vertrekken. Daar gaan we. Kom maar. Zo, dingelingelingeling, daar kom ik. De volgende halte. Allemaal uitstappen. Sint, misschien moeten we even stoppen met spelen. Er komt namelijk redelijk veel stoom uit Yara's tram. Sint! Nu niet, Piet. Ik ben met de tram aan het spelen. Ik ben de tram aan het testen. Rook? Piet, toch? Uit de speelgoedtram? Dat kan niet. Dit is toch geen stoomtrein? Dit is een stadstram, Piet. Ja. En daar komt helemaal geen rook uit. Maar Sint, waar komt het dan vandaan? Piet, de rook komt uit de droomboot. Oh nee, snel Sint, blaas de rook weg. Helpen jullie mee? Blaas hem maar. Oh, ik denk dat de boot kapot is gegaan toen we tegen die piekerberg zijn aangevaren. Zit er een gat in de boeg? Ik kan het niet zien, maar ik denk het wel, Sint. Oh nee, wat moeten we doen als onze droomboot kapot is? Dan kunnen we niet verder varen. Oh, hoe moet dat nu verder? Hoe kunnen we die pakjes nog vinden? Piet, nou doe je het weer. Wat, Sint? Piekeren! Samen vinden wij heus wel een oplossing. Toch?